geen echte zonsverduistering te zien door dichte bewolking. 10 dagen lang kunst en technologie in strijp. En duizenden vrijwilligers aan de slag voor NL Doet. Wat een teleurstelling. Geen zonsverduistering. Alle ogen waren vandaag gericht naar boven. Rond 10:30 zou de maan voor de zon schuiven. Maar een dik wolkendek gooide roet in het eten. Helaas kunnen we het dus niet zelf laten zien. Ook met de telescopen buiten lukt dat niet. En helaas is de bewolking nog zo dik dat zelfs de zon daar niet doorheen schijnt. Tientallen mensen waren speciaal voor die zonsverduistering naar de Philips Sterrenwacht gekomen, in de hoop dat er toch nog iets te zien zou zijn. De weersverwachtingen die wij benaderd hebben, keken we op internet. Die gaven aan dat het vanaf een uur of 10 helder zou moeten zijn. En dat is dus niet gelukt. Elders in het land was de zonsverduistering veel beter te zien. Zo hadden wij het ook gewild. Helaas, het is wachten op de volgende zonsverduistering. De eerstvolgende grote is waarschijnlijk pas in 2026 te zien.